Hallo allemaal, mijn naam is Ritske van Konijn 5. Wacht. Ik ben niet Ritske. Nee, mijn naam is Finn. En ik maak even een video voor Ritske. Als gastrolletje. Omdat ik dat leuk vind voor die jongen. Weet je, als hij geen video's heeft, dan moet er toch al iets online komen. En dan doe ik dat voor hem. Dus vandaag gaan wij iets doen wat Ritske nog nooit op zijn account gedaan heeft. Of ja, behalve op die hele slechte Roblox video na dan, gaan wij het authentieke spelletje Players Unknown Battlegrounds spelen. En wij spelen vandaag op de computer. Ik speel altijd op de computer. Maar wij spelen niet op de normale servers, maar op de test servers. En dat betekent dat ik ook een aantalletje battle points heb, waar ik toch al blij mee ben. En natuurlijk kunnen wij nog dingetjes gaan kopen. Maar ik heb volgens mij al heel veel gekocht. Dus ik denk niet dat ik nog iets zal moeten kopen. Voor dit. Of hier zo in ieder geval. Ik wou dat ik crates kon halen. Nou, helaas kan ik dat dus niet. Ik heb al mijn crates al gehaald. En ja, dus gaan we maar lekkertjes een quick rondje doen. Op solo. Wacht. Waarom kan... Oké, dit is fucked up. No, no. Wow. Dus we gaan nu in de klassieke Players Unknown Battlegrounds spelen. Maar laten we gaan naar het eerste potje. En dan zie ik jullie zodra ik daar ben aangekomen. Let's go. Oké, aangekomen in het eerste potje, gelijk het vliegtuig. Want mijn game deed er een beetje lang over om een potje te laden. En springen wij eruit bij Los Leones. Favoriete plaatsje van mij in heel het spel PUBG. In ieder geval op de map Miramar. Welke de woestijnmap is, zoals je kunt zien. Redelijk grote map. En hier springen er het liefst altijd uit. Ze hebben wel een paar kleine updates gedaan aan de map, zo te zien. Of het is gewoon graphic glitches, dat kan ook. Ik denk dat het graphic glitches zijn. Yep. Ik heb nou mijn kwaliteit op niet al te hoog staan. Mocht ik dat gaan doen, dan heb je wel eens kans dat mijn game heel erg gaat glitchen. En daar hou ik niet van, geglitchte games. Of in ieder geval opnames of zo die opeens gaan lopen glitchen. En daar hou ik niet zo van, als die dingen gaan lopen glitchen. Dus ga ik maar eens eventjes lekker hier rondkijken. Laten we hier het gebouwtje binnen gaan. Ik zie daar kogeltjes, ik zie daar in ieder geval een rugzak... Ik zag hier een flash hider. Die neem ik in ieder geval mee. Mocht ik daar een gun voor vinden. Dan hebben we hier een helm en een painkiller setje. De bedoeling van het spel Players Unknown Battlegrounds is over het algemeen best wel bekend. Je wordt in een cirkel gegooid. Op het moment is die cirkel er nog niet. Die zal zo wel komen. Iedereen mag zich nou nog heel eventjes... Daar is hij toevallig. Kijk, ik zit nou hier bij het gele bolletje. En ik moet in deze cirkel blijven. Deze hele grote witte cirkel. Doe je dat niet, dan komt er een blauwe cirkel. En daar mag je dan weer niet in komen. En die wordt steeds kleiner. Dus die witte cirkel die wordt kleiner. En dus ja. Uiteindelijk word je dus gewoon tegen elkaar aangezet, zeg maar. Qua het spel. Dus dan moet je echt gaan opletten met wat je allemaal gaat doen. En de guns die je hebt, daar moet je ook wel mee opletten. Ik kan bijvoorbeeld nou met deze shotgun, kan ik nou eigenlijk helemaal niks. Die kan ik pas eigenlijk gaan gebruiken. Waarom kan ik... Oh, wacht. Ik heb mijn pistool weggegooid. Dat was niet de bedoeling. Ik wil gewoon mijn P19 hebben. Dus ik kan deze weg en kan hij daarin. Hoppa. Kijk, en nou hebben we gewoon een mooi pistooltje. Met een 8x scope. Niet dat ik iets aan die 8x scope heb. Maar ja, je moet elkaar gewoon afmaken. Daar gaat eigenlijk het hele spel om. Mocht je trouwens nog niet gejoind zijn op de Discord server... Van Konijn 5. Doe dat dan eventjes. Ik had jeuk aan mijn arm. En als hij hier gaan stilstaan heeft eigenlijk geen slim idee. Want dan ga ik dood. Ik hoop niet dat ik op de opnames aan het laggen ben. Dan is het best wel kut. Want op de opnames ben ik aan het laggen. En ik weet niet... Ik kan dus niet zien live wat er gebeurt, zeg maar, in de echte video. Als ik daar ook aan het laggen ben... Ja, dan kan ik heel deze video opnieuw gaan doen. En daar heb ik niet zoveel zin in. Wat ik eigenlijk nou op zoek ben is een grotere rugzak. Rugzak, rugzak.
Mijn rugzakje is bijna vol. Of een auto. Ben ik nou echt de enigste in heel dit stinkdorp? Want als dat zo is, vind ik dat ook helemaal niet erg. Ik kan die first aid kit niet meenemen, omdat ik alleen maar bandages bij heb. Ik wil er 10 droppen. Dankjewel. Zodat ik hem mee kan nemen. Of ik moet toevallig nou een betere rugzak vinden. Rugzak. Als hier eventjes een backpackie level 2 kan liggen, dan vind ik dat helemaal prima. Nou, ik heb die 8 keer scope, maar ik heb er geen wapen voor. En dat vind ik ook weer zo... Eigenlijk weer zo'n nice streak van PlayerUnknown. Want die zorgt dat ik mijn wapentje krijg. En dit vind ik al een nice streak, eigenlijk. Kijk, want nou vinden we weer dezelfde gun. Met weer een sniper rifle mag. Maar dan geeft ze mij geen sniper rifle. En dat vind ik dan weer zo jammer, weet je. Ik voel me daar een beetje genaaid door. Ik hoor bommetjes vallen. Oké, dat geluid wat je nou op de achtergrond hoort. Die bubbels. Dat zijn de bommen. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. We gaan het nog een keer proberen op de andere map, namelijk op Erangel. En dan zie ik jullie wanneer we daar zijn aangekomen. Oké, aangekomen bij het volgende potje met nog 30 seconden op de klok voordat het potje officieel begint. Zijn we al aangekomen op de map Erangel. Een stukje klein, even groot als de andere. Alleen anders ingericht. Maar ligt hier Labedita, ligt hier Los Leones. Is er gewoon geen zee, want het is een woestijn. En hier hebben we mooi de zee, mooi groen landschap. Ik heb geen groene kleding. Ik heb helemaal niks eigenlijk. Ik heb best wel opvallende kleding aan volgens mij. Wat voor kleding heb ik aan? Ik heb een grijs shirt met een lege broek. En ja, niet zo slim in dit gebied in ieder geval. Ik hoop dat ze die sneeuwmap nog gaan uitbrengen. Dat zou dus echt super chill zijn. Oké, dus deze slagboompijl. Laat hem eventjes zo noemen. De slagboompijl. Oké, dus wij gaan springen. We gaan hier naartoe, hierachter. Lijkt me een mooi plekje. Het is een eindje vliegen. Ligt namelijk daar. Maar dat halen we wel met de snelheid die we nou hebben. En de afstand die we nog af mogen leggen. Daarachter, dat is eigenlijk de hotspot. Gaat eigenlijk iedereen heen als het kan. Dat is namelijk de legerbaas. En op de legerbaas vind je natuurlijk de beste wapens. Dus daar gaan wij vandaag niet heen. Wat u hier ziet, is een uiterst pijnlijke dood van een mens. Deze man had een heel leven voor zich, maar helaas moest deze jongen hem afmaken. Wil jij nou zulke moorden voorkomen? Doneer dan 5 euro aan Giro 55 Konijn. Dank u wel. Haha, gutje bitch! Het is toch best wel zielig als je neer wordt gemet met iemands handen. Hij ging ook gewoon, Hij ging redelijk lekker. Alleen niet lekker genoeg. Ik had namelijk ook hier naar binnen kunnen gaan. En dan werd er nog een leuke gunfight. Jongens, ik wil een automatisch wapentje. Geef mij gewoon een goed wapentje. Kijk, zoals een P18 of zo. Die vind ik wel leuk. Kijk, die is gewoon automatisch. Daar kunnen wij gewoon dat mee doen. Ik heb er alleen niet genoeg kogels voor. Waarom schoot ik nou weer? Dat ik jullie weer een voorbeeld moet geven. Zie je, jullie verpesten gewoon helemaal game ervaring. Een grapje. Hou van jullie, kijkers van Ritske. Oké, we gaan hier eventjes naar binnen. Waggelen. It was at this moment he knew. He fucked up. Nou, we gaan lekker laatste mappie doen. En dan zijn we alweer 30 minuten bezig. Anyways, ik zie jullie weer in het volgende potje. Ja! Zeg, weet jij wat fappen is? Wat fappen is? Wat fappen is? Zeg, weet jij wat fappen is? Het is een ander woord voor rukken. Zeg, weet jij wat fappen is? Wat fappen is? Wat fappen is? Zeg, weet jij wat fappen is? Dat is een ander woord voor rukken. Aangekomen de laatste map. Welke maar 4 bij 4 is, zoals je kunt zien. 4 bij 4. Elk hokje is een kilometer. Dus de map is in totaal 16 kilometer. Of ja, betreedbare map is ongeveer 8. Misschien 4. Nou, ik denk 8. Wie zijn wij nou om er gewoon uit te springen
bij... Zullen we naar Kahaua? Kahau! Kau! Gaan? Ik weet niet hoe het uitspreekt. Laten we daar, daar helemaal achterin gaan. Ik ben denk ik niet de enige die daaraan aan zat te denken. Ik hoop dat hij naar Paradise Point gaat. Als jij daar voor landt, hè, grote vriend, dan land ik hierachter. En dan laten we elkaar voor het verder rest gewoon met rust. Oké? Okay? Ik vind dat een hele goede deal. Als wij elkaar gewoon met rust laten. Als we elkaar gewoon lekker even het lekkere spelletje laten spelen, zoals het hoort. Maar dan wel elkaar met rust laten. Spelletje spelen zoals het hoort, met iemand in hetzelfde dorp als ik, kan ik niet waarderen. Die maat is nou al op zoek naar mij, volgens mij. Hij is gewoon al hier. Hoe kan ik dit nou nog overleven als hij al hier is? Hij zit hier al in de buurt. Want ik hoorde hem net namelijk. Dus dan vraag ik me af, waar is hij? Waarom is het opeens weer zo donker op mijn greenscreen? Dat kon je niet weten! Dat kon je niet weten, want gun reload sounds hoor je niet. Die hoor je niet. Dit kon jij niet weten. Gun reload sounds... Dat kun jij niet weten! Jij bent echt een smerige moedershond. Jezus Christus, wat zijn sommige spelers toch slecht. We gaan het nog één keer proberen. Laatste potje. Gaan we het nog een keertje proberen op Kau. 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 Denk het niet. Ik vond het echt een kut idee net. Ik wil er achterheen. Ik wil die kant op. Heel veel mensen springen er ook hier gewoon al uit. Of wat ik dan denk van... You stupid... Niet op het dak! Fuck you! Oké, volgens mij ben ik de enige hier. Ik kan net zeggen, ga je daar zo over lang over doen, over dat reloaden? Het duurt me een beetje te lang als je daar echt een hele animatie voor hebt gemaakt. Oké, bring it on, bitches. Kijk, ik hoor de voetstapjes. Ik vind dit niet leuk. Ik hoor de voetstapjes buiten en ik wil niet de enigste zijn. Dus ik moet direct weer iemand afmaken. Kom maar op met die SKS. Zie je, ik ben niet de enigste hier. Godsamme. Kan ik nou nooit eens gewoon een potje starten die ik gewoon... Misschien nog een kans heb om een keer te winnen. Het ding is, ik laat die lekker altjes leeg zo. Oh, er is toch niemand hier. Ik denk dat het uit het dorpje komt hiernaast. Waar we toen straks gruwelijk afgemaakt zijn door een hacker. Die echt gewoon gruwelijk aan het wallhacken was. Waar ik toch echt wel een hekel aan heb als mensen dat doen. Terwijl ik dan in de game zit. Helemaal prima als ze willen wallhacken. Maar doe dat dan niet in de game waar ik bij zit. Snap je? Ik hou er niet zo van wallhackertjes. Nee. Ik vind dat altijd hondzielig. Zoals je ook gemerkt hebt. Ik heb me uitgescholden voor een hond. Het is ook gewoon een hond als je dat doet. Je bent echt een hond als je echt gaat lopen hacken op zulke games. Ik ben echt gewoon een hond. Ik zou je nooit zo snel een hond noemen. Behalve als je gaat lopen hacken op mijn spel. Dan word je toch wel heel gauw een hond. In mijn vocabulariteit ben je dan gewoon een hond. Om dan vervolgens hondzielig jou neer te gaan lopen knallen. En in de streamchat te zeggen. Haha, ik heb je neergeknald. Dat zijn streamsnipers. Je moet ze echt verbannen van de spelletjes. Je moet ze er echt afhalen. Ik vind dat toch zo zielig. Mensen die ze gaan slopen streamsnipen. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ik vind dat altijd heel zielig. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, dan kun je hier bij Ritske abonneren. Je kunt ook op mij abonneren. Je kunt ook allebei doen. Laat sowieso een like achter op deze video, want die verdient Ritske wel. Sorry dat Ritske trouwens zelf geen video had. Hij heeft al video ideeën, maar hij moet ze nog uitwerken. Dus dat komt allemaal goed. En dan zie ik jullie of op mijn kanaal
Link in de beschrijving. Of volgende keer op Ritske's kanaal. Misschien in de samenwerking weer een gastrol. Of weet ik veel, noem maar op. Dus geniet van jullie ochtend, avond, middag. Ligt eraan wanneer je kijkt. En ja, vergeet dus niet die like te droppen. Plaats een comment hier beneden of dat je het leuk vond of niet. En ja, dan zie ik jullie allemaal. Ja, de volgende keer. Doei doei! Wat foppen is, zeg weet jij. Wat foppen is, dat is een ander woord voor rugzak.